Goedemiddag al bijna. Welkom op onze persconferentie. We hebben jullie vandaag bijeengeroepen om twee spelers voor te stellen. Dat zijn Michael Lallemand en Jordi Verstraeten. We gaan hen zo meteen het woord geven, maar ook onze coach Frederik van der Biest en onze CEO Patrick De Kuyper. We beginnen dus met deze korte presentatie. Dan heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Een fotomoment zal dan nog volgen en ook individuele interviews zijn nog mogelijk daarna. Dus dan komt u maar even tot bij mij als u iemand wilt spreken. We gaan het woord eerst geven aan onze CEO Patrick De Kuyper. Welkom iedereen. We zijn volop bezig met onze kern voor volgend jaar samen te stellen. Vorige week hebben we de trainer voorgesteld en aangetrokken. Vandaag stellen we een aantal nieuwe spelers voor. En eigenlijk zit er toch wel een bepaalde visie achter de groep die we van het jaar willen samenstellen. Ik denk dat we onze groep een klein beetje willen verjongen. Dat we van een aantal spelers gaan afscheid nemen. En dat we ook met een beperkte groep gaan proberen om die zo kwalitatief mogelijk in te vullen. Vandaar dat we vandaag twee spelers die volgens ons aan dat profiel voldoen willen voorstellen. En dat we er waarschijnlijk in de toekomst, het is nog wel een paar weken voordat de eerste training start, dat we er nog een aantal kwalitatieve spelers gaan aan toevoegen. Zoals dat ik daar juist gezegd heb, gaan we ook afscheid nemen van een aantal spelers. Om enerzijds te verjongen, om de kern te beperken. En in principe zijn die spelers waar dat we afscheid gaan van nemen of een oplossing gaan verzoeken in een andere club, terwijl dan ze wel nog onder contract liggen. Dat is onder andere Matland, Dufair, Wim de Dekker, Kazri, Andy van Hoof, Romain Davigny. Ik weet niet als ik er nog. Pietro Perdikidzi en Tarfi. Dan hadden we ook nog Jens Nazes, maar die is gehuurd. En Irfan Hadjic, maar die was ook verhuurd. En die had maar een contract van 1 jaar. Dus daar gaan we ook mee stoppen. Dus allemaal in het kader om een klein beetje te verjongen. De kern te beperken. De bedoeling is dat we naar maximum 22 veldspelers en 3 keepers gaan. En dat we daar die zo kwalitatief mogelijk willen invullen. Vandaar ook dat we nu 2 van onze versterkingen willen voorstellen. Ik weet niet aan wie dat... We gaan het woord aan geven aan Michael Lallemand. Michael, comment tu te sens arrivé ici à l'Antwerp? Je me sens très très bien. Ça fait plaisir de trouver un club, surtout le numéro de matricule 1 en Belgique, avec surtout les supporters sont magiques ici. Déjà, dans le passé, je suis déjà venu jouer ici plusieurs fois. Et c'est toujours quelque chose de spécial de venir jouer ici à Anvers. Et voilà. Tu as joué beaucoup ici au Bozel, mais tu n'as jamais marqué ici, je crois. Non, mais j'ai déjà marqué contre, à peine. Mais voilà, je pense qu'il faudra attendre le premier mois de championnat ou pour que je marque mon premier but, je l'espère. Quelles sont tes ambitions ici à l'Antwerp? De faire monter le club, voilà, d'aider les partenaires à marquer beaucoup de buts, à retrouver du temps de jeu. Et voilà. Merci, Michael. Jordi Verstraeten vervolgens. Jordi, jij bent nog een jonge kerel, dus ik ga jou even de gelegenheid geven om jezelf voor te stellen aan de mensen. Ik ben dus Jordi Verstraeten. Ik heb voornamelijk mijn jeugdopleiding gehad in Anderlecht. Vervolgens ben ik naar Zultewaarm gegaan. Ik ben daar tot in de A-kern gekomen, maar ik vind dat ik hier een betere kans krijg, een nieuwe uitdaging. En ga ik alles aan doen om hier speelkansen te krijgen en Antwerpen naar eerste klasse te krijgen. Ja, wat is jouw positie op het veld? Ik kan zowel rechts voor als rechts achter uit de voeten. Vooral met mijn snelheid is mijn kwaliteit. Goed, we zijn heel benieuwd, Jordi. Coach, vervolgens graag... Uw mening over onze twee nieuwe aanwinsten? Ik denk dat meneer De Kuyper er net mooi uitgelegd heeft. Zijn eerste stap in de verjonging, naar kwaliteit in de kern toe. We gaan niet zozeer voor kwantiteit, maar voor kwaliteit. We gaan proberen elke positie dubbel te bezetten en dat zal de concurrentie zal dan bepalen wie dat er zal spelen. Michael ken ik al een tijdje. Ik heb er zelf nog tegen gevoetbald.
destijds, in zijn eerste jaar in tweede klas. Ik heb een paar keer met hem contact gehad in het verleden. Was nooit haalbaar voor ons, tot nu. Dus daar ben ik heel blij mee. En Jordi is jong, ambitieus, heel goede opleiding. Heeft ook al geproefd van Akern Zulte-Waregem. Dat is een positie bij ons die ook wel iets kon gaan gebruiken naar concurrentie toe. Dus ik ben heel tevreden met de aanwerving van deze twee jongens. Ja, u bent een tweede klasse kenner, mag ik toch zeggen. Mikkel Armand is dan ook iemand die zeer vaak in het oog is gesprongen. Ja, uiteraard. Bij Eupen heeft hij twee, drie hele goede seizoenen gehad. Zowel als diep in de spits, hangende spits. Zelf de momenten kwam hij van de flank. Dat was altijd wel garant in Eupen voor tussen de 10 en 15 doelpunten. Heeft ook altijd goed omgegaan met de druk, want Eupen speelt ook altijd de koppositie. Dus dat zijn allemaal zaken die heel interessant zijn voor ons op dat vlak. Goed, bedankt coach. Ik wil er misschien ook nog gewoon aan toevoegen dat we vorig jaar ongelooflijk veel moeite gedaan hebben om Michael hier te krijgen op Antwerp. Hij is toen de uitdaging aangegaan om naar eerste klasse te gaan bij Kortrijk. Dus met een jaarke vertraging zijn we dan toch in geslaagd om hem hier op Antwerp te krijgen. Dan kunnen we afsluiten. Dan gaan we zo meteen met de fotograaf naar het fotomoment. Bedankt om te kijken. Tot de volgende keer.